Hey, hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Uh, ik weet dus een tijdje geleden dat je een video van mij hebt uh, ontvangen. Uh, maar dat kwam omdat ik uh, druk bezig was met het werken aan een nieuwe platform 96vlammen.be. Vanaf volgende maand gaat daar alles rond de universele vlammen centraal staan. Ook uh, zo opgesteld zodat dat een platform wordt ook voor coaches en lichtwerkers om elkaar te vinden. Om te leren werken met die uh, superkrachtige toe. Maar daar gaat deze video eigenlijk niet over. <laughs> ik voelde mij vandaag geroepen om een video te maken over manifesteren. Um, doorheen de verschillende jaren dat ik, uh, laten we zeggen, op pad van bewustzijn worden, loop. Dan um, heb ik uh, geleerd, ik ga zien uh, of dat ligt hier. Want uh, het stoort mij iets wat. Dus, um, dus dat, um, dat manifesteren eigenlijk niet zo moeilijk is. Integendeel. Um, het gaat erover van uh, helder krijgen wat dat diepe verlangen is. Wat je vooruit doet. Wat je wilt gaan ervaren eigenlijk. Wat je ziel wilt gaan ervaren. Om dat helder te krijgen. Heb je het nog niet helder? Maak het toch niet helemaal helder. Maar laat het gewoon zo. En van daaruit kan je dan... Eigenlijk word je eigenlijk gewoon geleid door het universum die jou toont, die je stap voor stap zegt van oké, okay, daar schijnen we dat je wilt ontvangen. Uh, ik, ik gebruik graag uh, het voorbeeld van mijn Porsche Cayenne, uh, maar dat is misschien voor heel veel mensen nog wat te ver gegrepen. Uh, maar een ander voorbeeld is um, rond uh, het, het, um, het, een huis, bijvoorbeeld dit huis waar ik woon. Ik was even aan het nadenken wat is het meest, euh, meest relevante euh, voorbeeld. Dus euh, toen ik verhuisde naar het vorige huis, dan wist ik dat het huis waar ik nu ging gaan wonen, dat dat tijdelijk was. Um, en dat dat eigenlijk als een soort van tussenstap was. Dus ik had al toen al de intentie gezet van oké okay, universum, dit is goed voor nu. Maar ik wil eigenlijk mij nog verbeteren. Dat is niet mijn ultieme um, plaats waar ik voel dat ik naartoe mag gaan. Die eigenlijk oké okay is voor mij. Dus op dat moment heb ik al iets heel belangrijks gedaan. Ik heb gezegd aan het universum: voor nu is het goed. Dus ik heb daar een tijd op gezet. Ik ben dankbaar geweest voor de kans om daar te, daar te verhuizen, daar te wonen. Op dat, op dat moment was dat de meest ideale oplossing. Want dat stapje, dat kleine stapje. Geeft mij gebracht en de kans gegeven om uiteindelijk te wonen waar ik nu woon. Dus dat is een heel belangrijke. Dat je niet onmiddellijk voor de volledige wens gaat, maar dat je de dus kleine stappen neemt, dat het universum je toont of dat jouw team je toont, om uiteindelijk te komen tot die grote wens die je zou willen ontvangen. Verder heb ik het dan ook weer losgelaten. Wetende, op het moment dat ik eerst verhuisd was naar het vorige huis, heb ik het losgelaten. Op dat moment moest ik het niet meer doen. En het was pas toen dat um, mijn, de, de, de wens weer wat actiever werd. Dat ik voelde van, oké, okay, ik heb eigenlijk mijn tijd hier gehad. Dat ik opnieuw, laten we zeggen, die wens geactiveerd heb. Ik heb er extra voeding aan gegeven. Dus dat zaadje was al geplant helemaal in eerste instantie. Maar op dat moment ben ik het echt beginnen gaan voeden. Beginnen gaan water geven. Gaan, gaan, gaan verzorgen, gaan liefde geven, energie gaan geven. Focus, aandacht naartoe. Maar tegelijkertijd ook niet op een toxische, negatieve van ik wil dat nu al mijn lik hebben manier, hebben. <laughs> maar wel vanuit, uh, oké, okay, ik denk na wat zijn de eigenschappen van dat huis dat ik wil hebben? Hoeveel kamers wil ik? Wat vind ik belangrijk? Bijvoorbeeld, veel natuurlijk licht vind ik belangrijk. Uh, moet het energiezuinig zijn? Moet er een tuin zijn? Al die dingen die voor jou belangrijk zijn, zodanig dat het goed voelt, zodanig dat het je overvulling brengt. En die kan je allemaal opschrijven. En ook daarin. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je, krijg je verschillende uh, mogelijkheden op je pad. Dus doorheen dat manifestatieproces, dat ga ik ga het zo noemen, dus doorheen de zoektocht naar dit huis waar ik nu woon, um, bracht het universum mij andere huizen. Die eigenlijk zo goed als bijna alle kenmerken had dat ik uh, verwachtte of dat ik gevraagd had. Maar er was altijd wel iets waar dat ik zoiets had van, ja oké, okay, maar... En op die momenten is het belangrijk dat je dan eigenlijk zegt in het universum: ja, oké, okay, dat is inderdaad al al die puntjes, maar die en die en die punten zijn er niet. En dus ik neem niet, geen genoegen met goed genoeg, ik kies voor gewoon het ultieme dat mogelijk is. Dus op dat moment gaan we niet gaan settelen. En dat is eigenlijk het probleem dat heel veel mensen doen wanneer het gaat over manifesteren. Of het nu gaat over een huis, over een partner over um, school voor de kinderen, over, over werk, over een auto, wat dan maar ook. Met een heel duidelijk voorbeeld daarin. Ik had, um, ik denk in 2015 of zoiets, ooit een droogkast gekocht. Um, en omdat ik toen wat krap bij krabbe kast had, had ik um, een, een, een niet zo dure gekocht. En eigenlijk na twee, drie maanden begon hij uh, regelmatig foutmeldingen te geven. Nu, wat had ik op dat moment gezien als ik hem aflegde, uh, eventjes wachten en weer aanlegde, dan ging hij weer. Dus toen, vanuit het idee van ja, oké, okay, het werkt nog. En uh, ja, het is toch uh, beter voor het milieu dat ik dat niet onmiddellijk wegwerp en gewoon weer een nieuwe koop. Um, en op dat moment was herstelling voor mij financieel gezien geen optie. Dus uh, heb ik eigenlijk al die jaren het gewoon, was ik het op de duurzaamheid gewoon, dat ik dat gewoon liet aanslepen. Maar na dat kleine stukje. Dus dat eigenlijk doen vanuit, gelijk welke overtuiging die je hebt, zorgt ervoor dat het universum zegt van, ah, maar ja, Lindsay is eigenlijk tevreden met een droogkast die half en half werkt. Dus ja, pff, moeten wij geen moeite doen om een, uh, een, een toestel te geven die perfect werkt. En dus, die dingen doen we in heel veel stukken, op heel veel manieren, zelfs tot op het punt dat we het gewoon niet beseffen dat we dat doen. We gaan along the way. Hè? We, gaan er gewoon, we gaan er gewoon mee door. We, gaan, we laten het gewoon gebeuren omdat we zoiets denken van. Ja, maar dat is toch beter dan niks? Nee! Dat is de grootste fout die je kan maken wanneer je het gaat over manifesteren. Je verdient alles. Je verdient 100%, zo niet 1000%. Dus waarom zou je dan tevreden zijn met 80%? Waarom zou je tevreden zijn met 40%? Dat gaan we misschien bevelen als we zoiets van. Nee, 40%? Nee. 80%? Ja, oké, okay, we mogen niet klagen. Nee! Geef niet op in het najagen van je dromen. In die zin dat je heel duidelijk moet zijn aan het universum. Er bestaat enkel maar ja en nee. Geen misschien of alleen dan. Nee. Ja of nee. Het universum is daar heel duidelijk in. En dat is de manier waarop de universele wetten werken. En wat ik ook trouwens leer in de cursus Manifesteren met de elementen. Maar dus daar. Um, om het verder te vertellen van deze woning dan, um, had ik dan een huis gevonden die oké okay was. Ook de prijs was oké, okay, maar er waren ook een aantal dingen die niet volledig goed waren. En aanvankelijk merkte of viel het mij op dat ik zoiets had van ja oké, okay, maar eh, ik kan dat doen, ik kan het op die manier oplossen. Terwijl dat niet de bedoeling is. Wanneer dat je iets wil manifesteren... Dan is de bedoeling dat het moeiteloos gaat. En dat is hetgeen waar het universum. Daarom kreeg je verschillende huizen in dit voorbeeld. Om te kijken, <coughs> oké, okay. het huis dat ik nu krijg. In hoeverre klopt dat volledig met het droombeeld en het idee, de visie dat ik heb. Of zijn er dan nog heel veel dingen die eigenlijk nog uh, te veel verschillend zijn? En dus het probleem daarin is dat heel veel mensen gaan, gaan toegeven en gaan zeggen van nou ah ja, oké, okay. het is oké. Okay. Ik heb toch tenminste dat al. En dat is net de grootste fout die veel mensen maken. Het universum brengt jou niet die extra andere huizen, om, om dit voorbeeld te blijven gebruiken, om jou te testen. Maar wel om te tonen van, kijk, dat is een mogelijkheid. Wat denk je daarvan? Wat voel je daarvan bij? Zodanig is dat je eigenlijk de wens die je hebt, de, de intentie, dus jouw uh, jou verzoeken die je uitgezet hebt, dat je die kan gaan aanpassen, dat je die kan gaan fine-tunen, gaan afstemmen, zodanig dat het volledig is. Zoals dat jij diep van binnen voelt. Dat is ook hetzelfde in relaties. Um, hetzelfde bij, bij het aantrekken van, tweeling, van jouw tweelingvlam. Wanneer dat jouw tweelingvlam, ook al weet dat die, dat die persoon jouw tweelingvlam is, maar die persoon is nog niet de versie waarvan dat jij voelt dat mogelijk is, aanvaardt dan dat gedrag ook niet in jouw leven. Want dan zeg je ook weer tegen het universum van, ah ja, maar ja, oké, okay. ja, maar ja, het is vanuit pijn, het is vanuit schaduw. Nee! Dat is het punt waarin je kiest voor jezelf. Dat is het punt waarin je liefde geeft aan jezelf, waarin je aandacht geeft aan jezelf. En dat je heel duidelijk een gezonde grens aangeeft. Dat tegelijkertijd duwt de andere persoon om inderdaad in die beste versie te stappen, die volledig naast jou heel zelf kan gaan staan. En zo zijn er heel veel dingen wanneer dat komt op rond te manifesteren, waar, dat, waar dat we onszelf gewoon ook klein houden. Gewoon het idee als, zeker als spiritueel ondernemer of als coach of lichtwerker of zelfstandige, maar zelfs ook gewoon als werknemer. Hoe vaak ga je ervan uit dat eens dat je een verkoop gehad hebt of dat je je loon hebt ontvangen, dat er de rest van de maand niets meer te ontvangen valt? Verkeerd. Gewoon die gedachte alleen al zorgt ervoor dat je inderdaad niets meer gaat ontvangen. Elke dag, elke seconde kunnen er dingen op je pad komen. Maar als jij het in je het je gedachten niet toelaat, dan kan het universum het jou ook niet brengen. Dan hou je deuren gewoon helemaal op slot. En er zijn zoveel dingen dat mensen denken van, ah, de wet van aantrekking. En ik moet uh, uh, affirmaties gaan gebruiken. Verkeerd. Um, en ik moet positief denken. Verkeerd. En ik moet, um, wat ik dan nog allemaal ga doen, zolang dat jouw overtuiging en zeker de onbewuste gedachten in de weg zitten, dan ga je gelijk nog wat, dan mogen je nog honderdduizend jaar positieve affirmaties zijn en je goed voelt en wat dan ook, je gaat nooit krijgen wat dat je verlangt. Want het universum vraagt van jou dat je op dezelfde frequentie gaat gaan zitten. En daarom spreek ik ook zelden van de wet van aantrekken, maar eerder van de wet van resonantie. Want het gaat over het feit dat jij als energie de frequentie moet gaan krijgen van jouw wens. En daarom gebruik ik ook in, uh, vaak de voorbeelden bij uh, trajecten en coachings met, met, uh, met mijn klanten. Dat uh, als jij in een... Appartementsgebouw zit en je wens zit op de derde verdieping en jij staat nog steeds op het gelijksvloer, dan mag je dan nog alle hokjes, kamers, kasten uitopenen en, en uitpleuzen. Je gaat nooit je wens vinden, want het zit op de derde verdieping. Je hebt niet dezelfde frequentie. Dat is ook de reden waarom dat we heel veel mensen komen en heel veel mensen weer snel gaan. En zeker hoe hoger je energie bent en hoe meer je vanuit die eenheid leeft, hoe sneller je gaat zien dat, dat relaties hun doel gehad hebben. Dat laat ze heel snel geleerd zijn. En dat is super lastig. Maar net dat is hetgeen waar je moet gewoon in worden. Net dat zijn de stukken dat moeten heelen die gehechtheid. Verbinding voel je enkel met andere mensen wanneer je die verbinding hebt met je eigen ziel en de eigen, het eigen universum. Pas van daaruit ga je merken dat je op een geheelde en een gezonde, volwassen manier emotioneel ook met mensen kan verbinden. En dat allemaal hoort en is een onderdeel van je manifestaties. Dus als er dingen zijn, en ik ben 100% zeker van dat er dingen nog zijn in je leven dat je wil manifesteren, dat je wil ervaren, dat je wil bereiken, en dat je niet weet van, hoe kom ik er? Wat maakt dat ik er nu nog niet ben? Wel, dat is omdat niet alle elementen correct in, laten we zeggen, in, in de, op de juiste plaats staan. Dat je niet volledig begrijpt wat dat is dat je mag gaan doen en moet doen. Dat zijn dingen die ik onder andere leer in de één op één trajecten die ik ook leer in uh, wanneer hij leert werken met de universele vlammen. Uh, want dat is niet alleen een hele krachtige zelftool voor healing, om, om blokkades te gaan healen. Want als je weet dat je eigen energie eigenlijk de enige grote tool is die je nodig hebt om te gaan manifesteren, dan weet je dat wanneer je dat gaat gaan healen en je energie nog krachtiger en magnetischer gaat maken, dat je manifestaties veel sneller gaan binnenkomen. Um, dus als je daar interesse in hebt, als je daar meer wilt over weten, dan uh, zou ik het heel fijn vinden als je een van de trajecten. of als je bijvoorbeeld leert werken met de universele vlammen. Um, binnenkort gebeurt dat dus, zoals ik zei, vanaf de website van het platform niet vlammenbe Die stappen lopen nog niet online, maar waarschijnlijk in de eerste week van maart. En vanaf dan kun je dan alles daar op uh, dat platform gaan volgen. Um, ben je een spirituele ondernemer? Dan. Um, Kun je natuurlijk zeker ook met die Vlammen eerst gaan leren werken. Maar dan is er ook het spiritueel traject. Dat is een jaar waarin dat we één op één ook gaan samenwerken, waarin dat er groeps en zijn, waarin dat je ook van andere spiritueel ondernemers kan gaan uh, leren en ervaringen delen, um, onzekerheden, um, vragen en zo kan stellen in onze community. Um, en dan is er natuurlijk ook nog de online cursus, dat is een volledige online training. Waarin dat ik je meeneem in de verschillende fasen van het manifestatieproces. Dus de verschillende elementen van het manifestatieproces. Uh, en dan gaan we, spreken we natuurlijk ook over uh, de elementen zoals we ze kennen: lucht, water, aarde en vuur. Uh, maar het gaat elementen beduiden op alle verschillende elementen binnen dat manifestatieproces, waar ik het net al eventjes over gehad heb. Dus als je problemen hebt, als je rekeningen hebt die niet, uh, nog niet betaald worden, en geloof mij, ik weet hoe dat het voelt, ik weet hoe, dat het, um, hoe lastig het is en hoe ooit het is wanneer dat de 3D-wereld altijd maar blijkt achter te komen en waar dat je het gevoel hebt dat je blijft achter de vijter aanholen, dan is er uh, een hele belangrijke shift in jezelf nodig. En vaak zijn het ook heel onbewuste dingen. Dus laat je ondersteunen. Je hoeft niet per se met mij samen te werken, wat ik natuurlijk super fijn zou vinden. Maar voelt, zoek iemand waar je mee resoneert. Zoek iemand waar je volledig je veilig bij voelt, dat je vertrouwt en dat je ook ziet dat ze zelf doorheen die stukken gegaan zijn. Dat ze weten waar ze het over hebben. En niet gewoon maar uh, copy-paste iets vertellen over de wet van aantrekking of wat dan ook. Want um, dat is het, het, hetgeen dat ik zelf ervaren heb. Uh, um, wanneer dat gaat over manifesteren, er zijn heel veel. Uh, Manifestatiecoaches ondertussen, eh, net een, dat is een van de redenen waarom ik mezelf niet op die manier profileer. Omdat manifestatie gaat over jezelf. Het gaat over je eigen authentieke zelf. Het gaat over jezelf uitzuven, over je eigen healing. Dat is de reden waarom we al die verlangens hebben. Omdat we gepusht, geduwd worden om te gaan veranderen. Dus als je je geroepen voelt, als je voelt en resoneert, eh, of hebt vragen en je weet niet goed wat dat er juist de. Um, hetgeen is wat dat voor jou nu op dit moment uh, van toepassing is, stuur me gerust een mailtje via de website, via de contactpagina van de website, en dan ga ik jou zo snel als mogelijk een uh, antwoord terugsturen. Ik was je vast een heel fijn weekend en ik beloof uh, dat ik wat meer regelmatiger weer video's ga opnemen. Laat ons zeggen dat ik in een soort van winterslaap geweest ben. <laughs> maar ja, what's meant to be is meant to be, right? Dus uh, ik wens alvast een heel fijn weekend. Geniet van uh, alles wat er op je pad komt. Ook de negatieve dingen. Want daar zitten de mooiste vruchten in. Daar zit het groot in. Tot de volgende. En love you all.